Melkproducten zijn niet goed voor jou. En ook niet voor je kinderen. En ik weet het, je hebt het heel je leven heb je het anders gehoord. En nog steeds, er zijn nog altijd mensen die vertellen dat je 2, 3 tot 5 glazen melk moet drinken om gezond te zijn. En dat zijn mensen die jij beschouwt als autoriteit ter zake. Bijvoorbeeld artsen. Niet allemaal, maar nog steeds heel veel. Of diëtisten. Niet allemaal, maar nog steeds heel veel. Of de overheid. En hoewel ik ervan overtuigd ben dat die mensen dat met de beste intenties doen, toch geven ze de verkeerde adviezen. En ik ga jou zo meteen in deze video vertellen waarom. En aan het einde van deze video ga ik jou mijn advies geven. En daar doe je uiteraard mee wat je wil. Doe er je voordeel bij. Goedenavond en van harte welkom in mijn Facebook Live. Mijn naam is Tanja Hebrecht en ik ben wellness- en lifestyle coach. En ik heb al meer dan 13 jaar professionele ervaring in het begeleiden van mensen naar een gezondere levensstijl. En wat ik daarbij ervaar, elke dag opnieuw, is dat mensen of niet voldoende, of verkeerd zijn geïnformeerd. En ik vind het mijn taak als professional om daar verandering in te brengen. Want ik ben op missie. Mijn missie is om 100.000 Vlamingen te helpen aan een gezondere levensstijl, aan een betere gezondheid en aan meer plezier in hun leven op die manier. En ik vind het belangrijk dat mensen daarbij kunnen terugvallen op correcte informatie, want mensen zijn de weg kwijt. En laat ik eerlijk zijn, het is een wirwar. Hè? Al die informatie over voeding, het is niet makkelijk om er de juiste informatie uit te halen. En dan nog, wat voor de ene werkt, werkt niet altijd voor de andere. Maar goed, er zijn een aantal basisregels, waaronder degene die ik jou vandaag ga meegeven, die gelden voor iedereen. En ik zit hier vandaag in de eerste plaats als ervaringsdeskundige. Want ik heb een achtergrond, ik ben autodidact. Ik heb zelf een heel lang parcours afgelegd en waarin ik mijzelf heb aan een betere gezondheid geholpen. En vanuit mijn ervaring en met de kennis die ik gaandeweg heb opgedaan, kan ik mensen goed helpen om hetzelfde te bereiken. Maar wat ik vertel, alles wat ik hier vanavond ga vertellen, niks daarvan heb ik zelf uitgevonden. Ik baseer mij op betrouwbare bronnen, op echte autoriteiten, die de informatie en de inzichten meegeven die zij hebben gekregen op basis van onder andere wetenschappelijk onderbouwde studies en dergelijke. En zo heb ik het bijvoorbeeld over Walter Willett. Dr. Walter Willett is iemand die verbonden is aan de Universiteit van Harvard en is echt een wereldautoriteit op vlak van voeding. Ik heb het ook over Dr. Mark Hyman uit Cleveland. Dat is een arts die zichzelf eigenlijk heeft omgeschoold, ook door op zoek te gaan naar hoe hij zijn eigen gezondheid nu werkelijk kon verbeteren. En hij heeft zich omgeschoold tot arts in de functionele gezondheid. Geneeskunde. En functionele geneeskunde is de geneeskunde die niet op zoek gaat naar die niet de symptomen gaat behandelen of onderdrukken, maar die op zoek gaat naar de oorzaak van de problemen. En wat heel bijzonder is in die functionele geneeskunde, is dat heel veel van die problemen bij de basis worden opgelost met voeding. Wij zijn er ons niet van bewust hoeveel impact wij zelf hebben op onze gezondheid met onze voeding. Mensen hebben zich geen idee van hoeveel impact voeding op onze gezondheid heeft. Iemand die dat absoluut wel weet, en dan heb ik het over een autoriteit van bij ons, dat is dokter Chris Verburg. Die ken je uiteraard. Hij heeft 2 heel goede boeken geschreven daarover. Eén daarvan, dit ken je vast, hè, de voedselzandloper. Is een must. Het is niet voor niets een bestseller. Bestseller betekent ook dat heel veel mensen dat boek hebben gekocht. Misschien heb jij het zelfs op het schap staan. En misschien is deze video voor jou wel de aanleiding om straks even dat boek van het schap te halen en er eens in te lezen.
En ga dan maar eens, laat dan maar eens open op bladzijde 137 en dan ga je merken dat heel veel van de dingen die ik vandaag ga vertellen, dat die ook terug te vinden zijn in zijn boek. Oké, hier gaan we. De 6 redenen waarom jij geen melkproducten meer in je lijf wil. Ik ga beginnen met de allergrootste mythe. En dat is dat je melk moet drinken om sterke botten te krijgen. Dat is toch wat wij met z'n allen hebben geleerd. En laat het nu net het tegenovergestelde zijn. Als je veel melk zou drinken, zou je sterke botten krijgen. Dus minder kans op fracturen, op breuken. Wel, het tegenovergestelde is waar. Iemand die regelmatig, laten we zeggen, 2 tot 3 glazen melk per dag drinkt, heeft 50% meer kans op fracturen, op botbreuken. Chris Verburg schrijft in zijn boek dat vrouwen, en wij vrouwen, wij consumeren nogal wat melkproducten. Ik vroeger ook hoor. En ik heb ook vroeger dat advies gegeven aan klanten. Omdat ik toen nog niet beter wist. Maar vrouwen die 2 tot 3 glazen melk per dag drinken, die hebben 45% meer kans op heupfracturen. Dat is toch onwaarschijnlijk? Melk wordt ook in verband gebracht. Van melk wordt gezegd, het is jouw nummer 1 bron van calcium. En van calcium krijg je sterke botten en dus minder osteoporose. Want de densiteit, de botdichtheid, wordt bepaald door calcium. Dat is niet waar. Het is niet de calcium die ervoor zorgt dat je goede, dense botten hebt. Dat is veel meer is dat de vitamine D die je daarvoor nodig hebt. Maar dan nog, calcium is uiteraard een mineraal dat we nodig hebben. En dat is zoiets wat mensen dan zeggen. Ja, maar ja, als je geen melk drinkt of geen yoghurt eet of geen kaas eet, waar haal je dan in godsnaam je calcium vandaan? Uit groenten. In groenten, in boerenkool bijvoorbeeld, zit dubbel zoveel calcium dan in melk. Eet kolen, eet groene bladgroenten. Eet veel groenten, dan ga je vanzelf genoeg calcium binnenkrijgen. En ga je bovendien ook nog de calcium veel beter opnemen, want dat is nog zoiets. Nog zo'n mythe is dat je van melkproducten, en dan zeker de yoghurt, die zo populair is bij de dames. Yoghurt, van yoghurt word je slank. Is niet zo. Yoghurt of melkproduct, melk laten we zeggen, zit ten eerste vol met verzadigde vetten. Ja, maar ik eet magere yoghurt. Ja, dat zit vol suikers. Dus dat willen we ook niet. En nee, ik heb het niet over de magere yoghurt met fruit, want daar zit inderdaad veel suiker, nog eens wat extra suiker in. Maar alleen al in magere melkproducten zit lactose. Lactose is melksuiker. Dus van yoghurt ga je niet slanker worden. Wel in tegendeel. Daar zitten bijvoorbeeld, kijk, de melk die wij verbruiken komt van koeien. Ook de bio-koeien, hè. Die worden vooral gemolken als ze zwanger zijn. Dan hebben die een pak hormonen in zich die wij niet in ons lijf willen. Zo heeft een koe, als ze zwanger is, 60 verschillende soorten anabole hormonen in zich. Anabole hormonen zijn de hormonen die je doen groeien. Maar wat wil je dat er groeit? Kankercellen? Je buik? Dat werkt niet. Melk, ik zeg altijd tegen mijn klanten, melk is fantastisch voor kalfjes. Dus is melk, zoals altijd wordt gezegd, de gezonde voedingsbron uit de moeder natuur? Ja, absoluut. Op voorwaarde dat je een kalf bent. Oké. Volgende mythe. Of nee, geen mythe, maar een feit. Wij als mens zijn niet gemaakt om melk te verteren. Het verteren van melk is bijzonder moeilijk. Er is een kleine groep van mensen op deze wereld die wel melk kan verteren. In beperkte hoeveelheden. En hoeveel dat er precies zijn, daar zijn de wetenschappers het niet over eens. Maar dat maakt niet uit. Ga ervan uit dat de meeste mensen, en de meeste bronnen spreken over 75% tot 90% van de mensen, geen lactose kan verteren.
En die andere mensen die dat wel kan, in beperkte mate, die willen eigenlijk ook die melkinname beperken omwille van alle andere gezondheidsrisico's. Maar als je lactose-intolerant bent, als je dus lactose niet kunt verteren omdat je er niet de enzymen toe hebt, omdat de enzymen die geproduceerd worden door de bacteriën in je darmen, dat je misschien die bacteriën niet hebt enzovoort, dan ga je problemen krijgen. Dan krijg je constipatie of diarree, prikkelbare darmsyndroom. Dat wil zeggen dat je opgeblazen buik hebt en winderig gaat zijn en krampen en je vermoeid voelt enzovoort. En als dat verder evolueert, dan kom je in het stadium van de leaky gut. En leaky gut is lekkende darm. Dat is wanneer er in je darm perforaties zijn, waardoor alle troep die in je darmen zit, zomaar in je lijf kan en van alle problemen veroorzaakt. Bijvoorbeeld allergieën. Je gaat dus als je melkproducten neemt en je kunt ze niet verteren, wat dus voor de meeste mensen het geval is, dan ga je veel sneller allergieën ontwikkelen. Je gaat veel sneller astma ontwikkelen. Eczeem. Allerlei huidklachten ook, zoals acne. Je wil niet weten, ik kan er een boek over schrijven, over mijn leven met acne. Ik stond vol en niemand kon mij helpen, alleen met de pil, maar dat mocht niet van thuis, enzovoort. Maar toen ik de lactose en ook de gluten, maar vooral de lactose uit mijn voeding heb geschrapt, is mijn huid er ongelooflijk op vooruit gegaan. Ik heb ook nog een aantal andere dingen gedaan, maar die lactose lag zeker aan de basis van mijn acne. Verder is het zo dat, omdat we het over allergieën hebben, in melk zit een zeer voor ons allergene proteïne en dat is caseïne. Caseïne is bekend dat het voor de mens ontstekingen uitlokt. Dus mensen die, je hebt zo van die mensen die constant ontstekingen hebben hier en daar en haal de melk uit je voedingspatroon en het gaat al een stuk beter gaan. Het is zelfs zo dat die caseïne in verband wordt gebracht met het ontwikkelen van bepaalde auto-immuunziektes. Zelfs met het ontwikkelen van diabetes type 1. Ga eens na. Dat is toch ongelooflijk. En zo weinig mensen weten dat. Nog een reden. Ik weet al, ik ben de tel een beetje kwijt. Ik denk dat we aan nummer 5 of zo zitten. Melk zit vol met verzadigde vetten. Verzadigde vetten, dierlijke verzadigde vetten, zijn zeer slecht voor onze hart- en bloedvaten. Dus het gaat hart- en bloedvaten aandoeningen in de hand werken. Nog een reden waarom je geen melkproducten wil of ze heel beperkt nemen. Het heeft nog een aantal andere, en dan kom ik bij de laatste reden, nummer 6. Een aantal zeer ernstige andere gezondheidsrisico's, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van bepaalde kankers. Dat lees je ook in het boek van Chris Verburg. Dat mannen die ook weer 2 tot 3 glazen melk per dag drinken, een veel hogere, ik denk zelfs, ik weet niet meer precies, maar een veel hogere kans hebben op het ontwikkelen van prostaatkanker. Hoe vaak hoor je niet dat mannen prostaatkanker krijgen? Ook 2 maal zoveel kans heb je om Parkinson te ontwikkelen. Ik denk dat is een hele waslijst, maar ik denk dat dat allemaal goede redenen zijn om toch te overwegen om die consumptie van die kaas en die yoghurt en die melk een beetje te verminderen. Als je dit allemaal hoort, dan zeg je toch van, dat is toch wel iets waar ik zo weinig mogelijk van in mijn lijf wil. De reden waarom ik deze video maak, is twee gesprekken die ik deze week met 2 verschillende klanten heb gehad in mijn praktijk. En de ene zei, oh, waar ik zo kan van genieten, dat is 's avonds, na mijn avondeten, nog zo een yoghurtje. Dat is iemand die ook sinusitis heeft. Sinusitis heb ik hier niet aangehaald, maar dat zit ook in het rijtje van het niet kunnen verteren van melkproducten, de lactose-intolerantie en dergelijke. Sinusitis hoort daar ook bij. Dat heeft ze. Ze heeft chronische constipatie. Dus mijn advies aan haar is, doe dat niet. Doe dat niet. Doe geen yoghurtje. En dan vragen mensen mij maar, oh leu, yoghurt is toch goed, yoghurt is toch gezond, yoghurt, daar zitten goede bacteriën in. Ja, maar daar zitten vooral die melkdingetjes in die je niet in je lijf wil, die alleen maar problemen veroorzaken. Maar ik heb een heel goed alternatief ontdekt.
Ik ken het al een tijdje. De meeste mensen kennen het niet. Maar een goed alternatief voor yoghurt is kokosyoghurt. Dit is één soort. Ik maak geen reclame voor dit merk. Het is een merk dat ik gemakkelijk vind hier in het Gentse. En ik vind het super lekker. Is ook zeer goed en zuiver van samenstelling. Want bij Albert Heijn hebben ze ook kokosyoghurt, maar ik heb het onlangs voor een klant eens vergeleken en er zijn toch wel wat aanzienlijke verschillen. Dus deze bijvoorbeeld is super lekker en dat is wel een goede yoghurt. Minstens even lekker en nog heel goed voor je gezondheid en ook stimulerend om af te slanken. Dus alleen maar voordelen. De andere klant zei me deze week van, goh, ja, ik heb nu al van jou geleerd, zei ze, dat ik geen melk meer mag drinken. Maar ik koop het toch nog altijd voor mijn zoon. En dan denk ik, niet doen. Niet doen, jawel, die heeft dat nodig voor zijn botten. Ja, dat heb ik net uitgelegd, waarom dat eigenlijk net niet het geval is. Maar het zit zo vastgeankerd in onze hoofden, dat melk zo goed is voor ons en dat we niet zonder melk kunnen, dat mensen daar hoe dan ook zo aan vasthouden. Daarom ben ik altijd zo blij als er dergelijke boeken verschijnen en als ik video's van experten, echte experten, zie verschijnen, dan denk ik, oké, kijk ernaar, lees het en pas het toe vooral, pas het toe. Een tijdje geleden zei een klant ook tegen mij van, goh, desserts, daar heb ik het helemaal niet moeilijk mee. Geef mij maar kaas. Dus die zegt, dat is mijn lievelingseten. Kaas is absoluut mijn lievelingseten, het liefste wat ik eet. Dan denk ik, ja, niet zo'n goed plan. Waarmee ik niet wil zeggen dat je af en toe niet eens van een stukje kaas mag genieten. Maar kies dan voor schapenkaas. Kies voor geitenkaas. Want dat is voor ons lichaam al een heel stuk gemakkelijker om te verteren. Dus dat zijn alternatieven die je kunt overwegen. Waarom zeg ik nu daarnet echt experten? Wel, ik verwijs eigenlijk naar, ja, hoe komt dat het zo, het idee dat we met z'n allen veel melk moeten drinken, en dat ons sterk en gezond maakt, hoe komt dat nu dat zo verankerd zit in ons? Wel, dat komt natuurlijk omdat de overheid het jarenlang, en nog steeds denk ik, maar ik hoor het minder, maar jarenlang ons strot heeft ingeduwd, hè? Op basis van wetenschappelijk bewijs. Nu is het zo dat het zeer duidelijk is ondertussen dat er een ernstig gebrek is aan wetenschappelijke evidentie waarop die adviezen van de overheid zijn gebaseerd. Weet dat heel veel van die studies gebeurd zijn, gesubsidieerd zijn door de melkindustrie. En dat de experten die de onderzoeken hebben geleid en die dus ook erover hebben gepubliceerd, dat die in dienst waren van melk, de melkindustrie. Dat verklaart een en ander. Oké, wat wil ik nu nog zeggen? Ik heb beloofd om aan het einde van deze video om mijn advies mee te geven. Wel, mijn advies is, maak eens een lijstje van al jouw klachten. En dat kan gaan van vermoeidheid, huidklachten, haarverlies, ontstekingen, darmproblemen, verteringsproblemen, gewrichtsklachten, allerlei klachten. Schrijf ze eens op een lijstje. Maak eens een lijstje. En ga dan eens gedurende 21 dagen schrap je alle melkproducten uit je voeding. Alles. Melk, yoghurt, kaas, room, alle melkproducten schrap je eruit. Ook schapenkaas en geitenkaas. Alles. Na die 21 dagen ga je terug je lijstje erbij nemen van al je klachten en vergelijk. Vergelijk wat dat voor jou doet. En ga dan, als je dat wil, gedurende 4 dagen terug eens geitenkaas of melkproducten van geiten en schapen toevoegen. 4 dagen. En ga terug eens naar je lijstje kijken. Om te kijken, is er verandering? Slaap ik beter? Slaap ik minder goed? Slaap ik even goed? Hoe zit het met mijn gewrichtsklachten? Hoe zit het met mijn huid? Hoe zit het mentaal? Enzovoort.
Maak die vergelijking. En dan is het aan jou om te beslissen. Of je dat verder gaat opbouwen, of je die dingen, of je probeert het dan ook eens met koemelk. Hè? Gedurende 4 dagen ga je dan eens producten van koemelk terug introduceren in je voeding en vergelijk het. Dat is mijn grootste advies altijd aan iedereen. Ervaar het, wat het voor jou doet. Welk verschil maakt het voor jou? Zodanig dat jij leert om het verband te leggen tussen je voeding en hoe je je voelt. Tussen je voeding en je gezondheid. Tussen je voeding en je lijn. Ik heb dus vandaag, mijn grootste bedoeling van vandaag was, is om jou iets bij te leren. Om jou te voorzien van correcte informatie waarmee jij iets kunt doen aan je gezondheid. Want weet je, mijn overtuiging is, en niet alleen de mijne, dat jouw voeding je eerste medicijn is en je beste medicijn is. En oh boy, ik heb dat niet uitgevonden. Elke arts die zijn praktijk start als arts, die moet of die legt de eed af van Hippocrates. Weet je wat de grootste stelling is van Hippocrates? Dat is: let food be thy medicine and medicine be thy food. Met andere woorden, laat je voeding je medicijn zijn en je medicijn je voeding. En dat vind ik fantastisch. En dat is ook hetgene wat de mensen zoals Walter Willett, zoals Mark Hyman en zoals onze Chris Verburg ook hoog in het vaandel dragen en ook gaan uitdragen. Zij zijn daar ook van overtuigd. En ik hoop dat je hier waarde aan hebt gehad. Ik hoop dat dit voor jou misschien een klein stukje mag zijn in het opbouwen van de betere, de gezondere, de fittere, de slankere versie van jezelf. En ik wens jou toe voor 2017 dat dit jouw fitste jaar ooit wordt. Blijf me volgen hier op Facebook, want ik kom regelmatig terug met meer tips, inzichten die jou kunnen helpen om jouw gezondheid te verbeteren. Ik wens jou een fantastisch weekend toe en ik zie jou heel graag in een volgende video. Tot ziens!